I'm here with Joe and Franz. Would you like to say something for Fake Flat? For the Waste of Flat. I love it. Some of the best times, best friends made. I would like to say that I got pretty lucky to get into the Waste of Flat in the first place. Because when I got here, I thought it was really, 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 really ugly. And now I still think it's really, really, really ugly, but really nice as well. Okay. Wonen in de Waste of Flat was voor mij een van de meest indrukwekkende periodes van mijn studentenleven. Ik heb echt huisgenoten gehad die uiteindelijk hele goede vrienden van me zijn geworden tot de dag van vandaag. En daarnaast heb ik ook heel vaak in de doos gezeten. Ik doe het nog steeds een paar keer per jaar. Gewoon een slagje. En de reden dat ik daar zo vaak ben blijven komen is met name omdat ik daar gewoon binnen kan lopen met vrienden of zelfs alleen. En dat je met mensen in gesprek raakt die je in eerste instantie niet kent, maar die je aan het avond heel goed kent. In ieder geval hun ideeën heel erg goed kent. En wat dat betreft heeft de doos en ook de flat iets magisch. Wat je alleen maar kunt ervaren wanneer je daarheen gaat en met mensen in contact komt die ook met de flat te maken hebben. Dat is een magie die je volgens mij op weinig andere plaatsen in Amsterdam kunt ervaren. Dus een magie die een beetje gelijk staat aan datgene wat je als klein kind meemaakt. Gooi je de gewoon van, wow, hoe werkt dat nou? Hoe kan dat nou? Wat scheelt dat nou? Dat gevoel heb ik nog steeds als ik af en toe in de doos zit en iemand nieuws ontmoet, aan de praat raken en weer fantastische verhalen hoor over Amsterdam, over die studententijd of andere dingen waar ik diegene is geweest. Ik zeg iedereen aanraden, ook mijn eigen kinderen als ik ga studeren in Amsterdam. Als je de kans hebt, ga wonen in een Waste of Flat. Je gaat er geen spijt van krijgen. Dankjewel. You want to say something to the flat? Yes, I want to say something to the flat. I've been living here in Amsterdam now for 10 years and I can say for sure that I wouldn't be here anymore if I hadn't been put by the guy in the flat. My best friends are from here, my boyfriend's from here. The flat, the dose, it means so much to me, I can't even describe it. It's the reason why I'm still here.